Dit is een uitwerking van opgave 20 van de Voorbeeldtoets 3F van 2016. Wil je de opgave eerst zelf maken, zet dan de film stil om de opgave te maken en kijk daarna verder. De vraag is hoeveel centimeter het restaurant in het schaalmodel boven de grond zit. We zien links twee foto's waarvan de linkerfoto de Euromast is en de rechterfoto het model. We moeten kijken naar de teksten eronder. De euromast is 185 meter hoog en de schaal is 1 op 25. Als we met schaal rekenen, rekenen we altijd in centimeters. We gaan dus eerst de echte euromast omrekenen naar centimeters. 1 meter is 100 centimeter, dus 185 meter. Is 18.500 centimeter. Dit is de Euromast in het echt. We gaan nu kijken naar het model. Bij een schaal van 1 op 25 moeten we dus de echte maat delen door 25. 18.500 gedeeld door 25 is 740 centimeter. Dus het model is 740 centimeter hoog. Het restaurant bevindt zich halverwege, dus op de helft. 740 centimeter gedeeld door 2 is 370 centimeter. Het restaurant bevindt zich op het schaalmodel dus 370 centimeter boven de grond en dat vullen we in.